De Alpha-man. De Alpha-man. presenteert. De klucht van de Molenaar. Op een regenachtige dag komt treinjans te laat bij de stadspoort aan. Ze mag niet meer naar binnen en moet dus buiten de stad slapen. Omdat ze niet in een herberg wil slapen, vraagt ze bij een molen of ze daar mag blijven. Zowel molenaar Slimme Piet en zijn vrouw Aaltje Meles vinden het prima als ze blijft logeren. Als Aaltje even later wat klusjes in huis gaat doen, loopt Piet naar trein toe. Hij wil in de avond met de knappe trein bollen in de molen. Ze spreken af dat trein op een stoel naast de deur gaat zitten en als Piet voor de deur staat, dat zij hem binnenlaat. Na het avondeten vertrekt Piet naar zijn molen. Trein pikt Piets voorstel op aan zijn vrouw. Daarop besluiten de vrouwen om Piet in zijn eigen val te lokken. Ze wisselen van kleren, zodat Aaltje op trein lijkt. Trein gaat lekker slapen en Aaltje wacht op de afgesproken plaats, totdat Piet komt. Piet heeft de avond van zijn leven, terwijl hij gewoon plezier heeft met zijn eigen vrouw. Als hij klaar is, komt hij zijn knecht Joost tegen en vertelt het verhaal over zijn stoeipartij met, wat hij denkt, trein Jans. Joost heeft ook wel zin in zijn avontuurtje. Piet geeft een toestemming om bij trein langs te gaan. Als Joost langskomt, maakt Aaltje een hoop herrie. Wil haar man nou twee keer vreemd gaan, terwijl hij er normaal nooit aanraakt? Joost vertelt aan Piet dat het niet Trajan's was die op de stoel zat, maar zijn eigen vrouw Aaltje Melis. Misverstand. De volgende dag neemt Trajan's opgelucht afscheid van Aaltje. Haar list heeft gewerkt. De vrouwen verslaan de mannen. Einde. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent in. Molens, overspel, wisseltrucs en girl power.